Hallo iedereen, welkom bij deze gloednieuwe video. Ze hebben weer wat nieuw bekendgemaakt, hè? De used vehicles, hè? De tweedehandse. Voordat we er even vliegen, even zeggen, hè? Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan vliegen we er ineens in. Hup. Je boerderij uitbreiden kan redelijk duur zijn, hè? Vooral als je. Als het dan uw voertuigen komt, hè? Ja, je kunt ze leasen, maar dan betaalde heel een tijd, hè? Kosten extra, hè? Of je kunt een lening gaan halen bij de bank. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar niet de meest efficiënte. Of je kunt, hè, naar een lokaal een dealer gaan voor redelijk vaak een bezoekje brengen voor de machines op een korting te kunnen bezien. En dan laat ze hier al even pikken zien hoe dat er gaat uitzien dan. Dus dan is het hier via de sale. Het sale, het kortingsicoontje. Dan kan je hier, dit is nu even een voorbeeld van een paar van de voertuigen. Hè. Een Vuurman MRWK 6000 hè, met 59% korting. Hè. Voor 6.636. Hè. Een Fendt 1000 voor 146.218 met 5. Hè, wat dus. Want normaal is hem 55% dat het er bovenop is. Hè. Dus dat is de nieuwe. Dat is de prijs met de korting al. Hè. Denk ik. Ja, dat is met de korting. In een hier de Grimme GL 420 met 42% korting. Wat dat dus €26.506 is, hè, bijvoorbeeld. Of hier de Plokman ook nog. Dat is een diepvries trailer, denk ik. Hè. De KK-3018-27H. Dat zal de afmeting ook zijn. Hè. 3,18 meter lang of zo. Hè. En 27. Nee, ik weet niet. Met 61% korting. Hè. Dus dat komt dan op €4.638 uit. Hè. En dan zie je dat er hier zo. Hè. En dan zie je hier ook, hè, denk ik, hoeveel. Tijd dat het al op de teller is dan, hè. 23 maanden. Ja, dus, hè, wat zeggen ze hier nog allemaal? Over meer dan 4000 machines en apparaten zijn beschikbaar in FS22. En hoe krachtiger en uitgebreider dat ze geraken, hoe meer ze kosten natuurlijk. Hè. Als het machine van uw dromen buiten uw financiële bereik ligt, dan moet het verdienen. Hè. Maar de gebruikte voertuigen dingen, hè, kan een welgekomen shortcut zijn. Hè. Dus dat zijn dan niet altijd dezelfde machines en voertuigen. En dat draait door. Dus als je. Als je een trekker van je dromen ziet staan met korting. En je zet geld ervoor, dan. Zou je snel moeten denken, want anders kan het allemaal terug weg zijn. Als je voor een grote trekker met 500 pk aan het zoeken bent, het is voor korting, 50% korting, hè, dan is het eigenlijk gewoon uw verjaardag, hè, cadeautje. Hè. Zo goedkoop, maar wat is er nou eigenlijk verbonden? Hè? Het zou u mogelijk zijn, niet verrassen, maar gebruikte machines kunnen een. Hebben een paar kleine
ja, probleempjes mee, hè. Dat je moet denken. Afhankelijk van de, hè, hoe groot dat de korting is, kan het zijn dat hem extra werk nodig heeft, hè. Wat dat dan ook de. En ook de, hè, de. Ja, als je een trekker hebt van 500, voor 500 pk, dan kan het zijn dat hij 490 eigenlijk maar is, hè. Omdat hem zo aan de oudere kant is. Ja, wat ze hier zeggen, hè, dus niet zo krachtvol. Als het een nieuwe. En dan moet je ook nog repareren. En ze verslijten sneller dan een gloednieuwe. Waardoor dat ook het ding meer kost voor het te onderhouden. Wat dat ook wel logisch is eigenlijk, hè. Nieuw paintjob. Ah, dus en je kunt het repareren en je kunt dan ook nog eens de verf opnieuw, het opnieuw verven zoals je hier is het redelijk duidelijk en hier ook wel, hè, zo de randjes die dat waar het metaal door komt te zien. Dat je dan opnieuw kunt laten schilderen, hè? Of zelf, zo gezegd. Zijn gebruikte machines hun geld waard? Ja, hè? Zelfs met al die kleine tegendingetjes in je gedachten is een goede deal, is een goede deal, hè? Allee, ja. Dat je dus tijd en geld kan besparen. Een breder werkende. In een cultivator met een bredere werkbreedte. Bijvoorbeeld. Als je een gebruikte cultivator een bredere gebruikte cultivator koopt, dan kan het. Ja, dat eigenlijk uit te vergelijken is, hè. En dus ook hè, dat je als je het repareert, dat je er ook meer om verdient. Dus dan kun je eigenlijk gebruikte dingen kopen, die repareren en die dan met winst verkopen, denk ik, als ik zo naar de tekst zie. Ja, en je suggereert van eigenlijk, oh nee, for sale, hè. Te koop. Jo, dat was het dan al, hè. Laat zeker even weten wat jullie ervan vinden. En dan zeg ik nog even, hè. Vergeet ook zeker niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie in de volgende. Ha, doei!